Bij een brand in een bungalow in de Doris Rijkersstraat in Terneuzen is een dode gevallen. De hulpdiensten troffen het slachtoffer vanochtend in de woning aan. De politie probeert de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. De brand brak vanmorgen om 7:30 uit en het vuur verwoestte de hele woning. Kort voordat de brand uitbrak werd een harde knal gehoord. Volgens omstanders zou de getroffen bungalow net verkocht zijn en zou het om een executieverkoop gaan.